Ik kan deze regeling beginnen met een mededeling. We hebben gesproken met de directeur van het Nibud. En de directeur heeft laten weten dat zij in principe in staat is voor dinsdag de informatie te geven waar de Kamer om gevraagd heeft. Mits die informatie die zij daarvoor nodig heeft ten eerste beschikbaar gesteld wordt door het CPB en Sociale Zaken. Dat betekent dat er ook in het weekend meegewerkt moet worden eventueel. En ze heeft de informatie nog niet kunnen beoordelen. Dus daarmee houdt ze een kleine slag om arm. Maar ze gaan ervan uit dat ze in staat zijn om de gevraagde informatie te leveren. Ik stel daarom voor, tenzij mensen zich willen melden, maar volgens mij hebben we daar een uitgebreid debat al over gevoerd, dat wij het risico nemen dat de mits een waarheid wordt, maar dat we ervan uitgaan dat haar positieve insteek ook werkt. Dus dat wij het Nibud opdracht geven om het onderzoek te verrichten. Dat we daarom het debat voor de regeringsverklaring niet morgen houden, maar komende dinsdag. En dat we dan de vergadering aanvangen 's middags om 14:00 met de regeringsverklaring. Aansluitend de eerste termijn van de zijde van de Kamer. En dat we op woensdag de eerste termijn beantwoording van de regering en tweede termijn Kamer doen. Kunnen de leden met dit voorstel instemmen? Ik geef het woord aan meneer Zijlstra. Ja, voorzitter. Er is de afgelopen dagen zoveel over het Nibud-rapport gesproken. En gezien het feit dat zij in staat zijn om dat op te leveren, zeg ik maar dat ik vind vanuit de VVD dat het betreffende ministerie van SZW en het CPB die lijnen dus dit weekend open moeten houden, zodat het kan gebeuren. En dan lijkt het mij verstandig om al die informatie mee te trekken. We één debat hebben waar alles aanwezig is. En dan doen we het op volgende week dinsdag, woensdag. Meneer Samson. Ik sluit me daarbij aan. Laten we het dan maar gewoon helemaal doen met het Nibud-onderzoek. Dan heeft niemand meer wat te vragen. Althans, dat hoop ik dan. En dan beginnen we gewoon dinsdag met het debat. Ik hou van dit optimisme. Meneer Buma. Voorzitter, de coalitie is net met groot enthousiasme toegegaan naar uitstel van het debat morgen. Mijn stelling is dat er het verschil tussen wat gisteren gezegd is door de premier over de 4% en de feiten van vandaag reden genoeg is om alleen al daarover te debatteren. Het zou mijn voorkeur hebben om morgen te debatteren, maar ik voel ook wel een kamermeerderheid van de coalitie aansturen op dinsdag. Meneer Roemer. Voorzitter, de SP-fractie gaat akkoord met uw voorstel.